Welkom Peter. Fijn dat je hier bent. Ja. Peter, jij hebt een praktijk in het Joppe. Vandaag wil ik het graag met jou hebben over dualiteit. We hebben het de vorige keer natuurlijk ook gehad over Jung. Wat is de oorsprong van die anima en animus? Ja, in deze tijd is dit best wel heel actueel. Omdat je tegenwoordig gewoon in onze maatschappij hebben we het heel erg over masculien en feminien. En mannen, masculien, hebben ook een feminine kant. Vrouwen, feminien, hebben ook een masculine kant. En eigenlijk komt dat oorspronkelijk dus vanuit deze begrippen anima en animus voort. En heeft Jung dat heel specifiek beschreven. Je moet, om je compleet te voelen, je innerlijke tegenpool bewust worden. Nou, stel dat je als jongen wordt opgevoed, dan word je natuurlijk als jongetje geleerd gedrag te vertonen, of mannen dat vertonen. Maar mannen hebben ook een gevoelskant. En dat noemt Jung dan de anima. En de anima staat dan eigenlijk voor je gevoelsfunctie. Nou, een jongen wat leert, joh, kom op, flinke jongen, schouders eronder, ga je nou huilen, je gaat toch niet piepen. Die leert om op een masculien, destructieve manier zijn gevoel te onderdrukken of zich daarvoor af te sluiten, die gooit eigenlijk zijn ziel weg. Verbinding met zijn ziel weg. Het vrouwelijke, de vrouw, dus letterlijk het meisje, de juf, de moeder, oma, de vrouw, die weerspiegelt eigenlijk die gevoelskant. Want vanuit haar feminine kant heeft ze die eigenschappen veel meer dan dat jongetje dat eigenlijk heeft en zich ook niet bewust is. Dus de man projecteert zijn anima op de vrouw, op de moeder, op zijn vriendinnetje of noem maar op. En die brengt hem indirect daarmee bij zijn gevoel, hè, zoals je in dit plaatje ziet. Ja, dus er vindt een projectie plaats, onbewust, van de man, van zijn anima op de vrouw. Nou, op het moment dat hij dan verliefd wordt, ja, dan ervaart hij zich in de zevende hemel. En dan heeft hij het idee met zijn, ik zeg altijd wat simpele mannelijke denken, dat zij hem zo goed doet voelen. Dus ik heb haar nodig om me goed te voelen. En dan gaat hij jagen. En daarmee is de masculine energie, mannelijke energie, is lineair, doelgericht op dat doel. Dus als de man zijn aandacht richt op de vrouw met het idee, door jou voel ik me zo goed, jou moet ik hebben, en hij gaat jagen, dan maakt hij eigenlijk een denkfout. Want zijn anima, dat is een intrinsiek vermogen wat hem in zijn gevoel brengt en wat hem doet voelen. Dat doet die vrouw niet, alleen die spiegelt hem als het ware dat zijn anima ontwaakt. Nou, andersom geldt hetzelfde. Dus de vrouw die haar animus op de man projecteert, die kan als haar animus ontwaakt bij die man die toevallig complementair is aan haar animus, dat opeens die animus zo ontwaakt dat ze precies weet wat ze wil. He, dus heel doelgericht, heel rationeel, heel erg op inhoud, heel erg op analytisch vermogen, gewoon weten, nou, zo wil ik het, dit is het, zo ga ik het doen, dit is de oplossing. Dus dat is eigenlijk heel constructief. Dat heeft die man in zijn masculine kant al meer ontwikkeld, want die heeft meer die rationele kant ontwikkeld. Heel, generaliserend gezegd eigenlijk. Ja. Waardoor als zij met haar ratio in connectie komt en ze weet precies wat ze wil, dat voelen had ze al, die feminine kant, dat had ze al ontwikkeld als het goed is. En hij ook, dan heb je dus eigenlijk twee mensen die zich compleet voelen en het idee hebben, door jou voel ik me zo goed. Nou, dat is verliefdheid. Die tegenpolen komen samen, maar door projectie. Ga je met elkaar dan leren kennen, ja, dan merk je dat die vrouw natuurlijk helemaal niet altijd in je ideaal plaatje past en voor je zorgt en precies jou altijd intuïtief helemaal aanvoelt, dat je altijd helemaal lekker in je vel zit. Want dat is helemaal niet haar taak. Dus het kan zijn dat ze op een gegeven moment niet beschikbaar is voor die projectie. En dan komt die projectie terug. En dan met die projectie terugkomt, dan schiet die man in de andere kant van zijn anima. En daarmee blijkt dan dat de anima heeft twee polen. En de ene is openen, gevoel, emotie, intuïtie, in verbinding voelen, openstellen naar relatie. Ja? Maar de andere kant is terugtrekken, afsluiten, cynisch, een beetje bitter, in regressie. En daardoor krijg je een soort kinderlijk gedrag. Nou, wat willen kinderen? Kinderen willen hun zin.
Er zit daaronder ook een soort somberte. Als hij afgesloten raakt van zijn gevoel, dan vlakt hij af, wordt hij somber. En dan is hij onbewust, want hij weet niet wat hem overkomt. Hij denkt namelijk dat zij dat veroorzaakt. Dan komt er ook verlatingsangst. Dus de angst om dat goede gevoel te verliezen, wat hij eigenlijk op haar projecteert. Nou, dan ziet zij opeens een hele andere man. Ja, op het moment dat hij van open, intuïtief en in connectie. En hij voelt precies aan wat ze nodig heeft. Want ja, hij wil goed voor de dag komen, want hij wil haar winnen. Hij wil haar hebben, want door haar voelt hij zich zo goed, denkt hij. En dat opeens verandert in gesloten, teruggetrokken, niet meer praten. Somber, ik weet het allemaal niet meer, ik heb geen zin. Depressief. Dan ziet ze een hele andere man waarop zij haar animus ook niet meer op hem kan projecteren. En wat vrouwen dan vaak doen uit zorg, en misschien moet je een beetje vertellen wat er aan de hand is, gaat ze een beetje voor hem zorgen, want ja, dat zit in haar vrouwelijke kant om te zorgen. Ja, als dat op dat moment lukt, dan heeft hij geluk, want dan gaat hij weer open en dan denkt ze, oh, gelukkig hij is er weer, maar dan is ze eigenlijk voor hem aan het denken. Dan besteedt ze haar animus uit aan hem. Dat heeft ook een tegenpool, die animus. En dat is boos. Niet rationeel, maar irrationeel. Niet redelijk, maar onredelijk. Dus als zij voor hem denkt, zodat het met hem maar goed gaat, dan moet ze de andere kant van de animus incasseren. En dat heeft impact op haar gevoel. Want een negatief, destructief, masculine kant, haar negatieve kant van de animus, niet negatief van slecht, maar de tegenpool van positief, heeft dan invloed op haar gevoel. En het moment dat ze dat te veel moet opstapelen, dus steeds teleurgesteld wordt door hoe die zich gedraagt en ze moet dan voor hem zorgen, zich opofferen, dan gaat ze ook ervaren dat er een soort sluiting komt, afsluiting komt. En nou komt er een soort van afstandelijkheid of verwijdering tussen die twee mensen. En dat is heel wat anders dan de verliefdheid die ze in het begin hadden. Nou, dat is eigenlijk altijd de bron van het relatieprobleem. Er komt irritatie en dan ben je van de zevende hemel opeens op aarde gekomen. Met als doel, en zo heeft Jung dat beschreven, dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je innerlijk tegenpool. Dus de man moet bewust, cognitief, rationeel, niet irrationeel, rationeel, een relatie met zijn gevoelskant aan, met zijn anima. Nou, anima betekent ziel. Dus die man moet zich bewust zijn, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen ziel. Om bezield te zijn in het leven. Ik kan mijn ziel niet uitbesteden aan een vrouw, aan mijn moeder of een vriendin of aan een partner. Als mensen in een homoseksuele relatie zitten, vrouw, vrouw, man, man, dan heb je dezelfde dynamiek, alleen het is anders qua man, man, projectie, anima, anima. In wezen zie je daar dezelfde problematiek in of dezelfde mechanismen. Dus op het moment dat dat in een relatieprobleem opsteekt, dan trekt die man zich terug, die praat niet meer, die vrouw wordt boos en op een gegeven moment gaat ze lelijke dingen zeggen. En dan merkt ze dat ze een bepaalde veeleisendheid die ze eerst naar zichzelf inzette, als hij maar gelukkig is, hè, boekje van Yvonne Keuls, als hij maar gelukkig is, gaat ze dat inzetten naar zichzelf. Nee, ik ben er ook en je moet ook rekening houden met mij. Ze gaat de verstand, de ratio, animus, ten behoeve van zichzelf inzetten om haar eigen gevoel, waar ze verantwoordelijk voor is, ook daar de verantwoordelijkheid voor te nemen in de zin van ik zoek mijn eigen geluk en dat is niet afhankelijk van jou, maar je hebt wel invloed op mij. En daartoe, om dat in balans te krijgen, moeten ze communiceren. Communiceren van hoofd tot hoofd, dat moet eigenlijk ook van hart tot hart, dus van gevoel tot gevoel. Iedereen, ja, die realiseert zich natuurlijk, als je gevoel hebt voor iemand, dan vertelt dat gevoel je dat je om iemand geeft, van iemand houdt. Dus dat is de verbindende factor zonder welke, ja, er eigenlijk niet zoveel aan is. Want ja, dat is dan met de buren van drie huizen verderop, kan je ook een leuk gesprekje voeren. Maar daar hou je niet op die manier van, zoals je van bijvoorbeeld je partner of je kinderen houdt. Ja, heel helder hoe je dat beschrijft, Peter. In het boek Invisible Partners wordt dat ook beschreven. En kan jij daar iets over vertellen? Dat heel mooi in zijn boek beschreven, dat je die twee tegenpolen die man en vrouw zijn, in wezen pas tot een gelijkwaardige relatie met elkaar kan laten ontwikkelen als ze hun transformatieproces individueel doorwerken, wat inhoudt dat ze hun innerlijke tegenpool bewust worden. Dus de man moet zich bewust worden van zijn anima, die kan hij niet uitbesteden aan een ander. En het is ook logisch, die vrouw waarop je anima projecteert, dat is een vrouw.
En je anima, ja, dat is een archetype, een oerpatroon in je onbewuste. Ja, dat is iets anders, dat is die vrouw niet. Dus dat mogen we niet door elkaar halen. Maar dat doen we in relationeel opzicht wel, omdat vanuit de romantiek, hè, vanuit de riddertijd, romantische tijd, is ontstaan dat zonder jou word ik niet gelukkig. Ik moet jou veroveren. Dus die vrouw die moet veroverd worden. Dus die moet die man het moeilijk maken dat hij haar verovert. En die man die moet veroveren. Ja, dat heeft helemaal niks met liefde te maken. Dat heeft met hebben te maken. Alleen het vertrekpunt van het begin van de relatie is wel belangrijk om gaandeweg de relatie die ander te spiegelen met zijn innerlijke of haar innerlijke tegenpool. En dat is eigenlijk een heel liefdevol verhaal, want dat geeft de ander de kans om te transformeren naar een volwassen, compleet voelend mens. En daarvoor moet de vrouw haar animus integreren op bewust niveau. Nou, dan besteed je het ook niet meer uit aan een ander. En dan zie je de ander ook precies zoals die is, vanuit je eigen balans. En houden van is eigenlijk onvoorwaardelijke acceptatie van de ander precies zoals die is. Verliefdheid is dat helemaal niet verliefd is. Ik wil dat jij mij dat goede gevoel geeft. Ja, dus dat is eigenlijk hebberig. Dat is een claim. Alleen als je allebei verliefd bent, vind je het helemaal niet erg om je van je beste kant te laten zien. En ja, als die ander dat ook doet en je bent helemaal happy en blij en vrolijk en je voelt je fantastisch. En het is aantrekkelijk om met elkaar te zijn, ook fysiek. Dan consumeer je de verliefdheid. Maar er zijn geen mensen die op hun 80ste nog continu 50 jaar verliefd zijn geweest. Die verliefdheid consumeer je op een gegeven moment. En dat moet transformeren naar liefde, houden van. Maar daarvoor moet je ook houden van jezelf. En daarvoor is het nodig dat je een individuatieproces doorgaat, een heelwordingsproces, waarbij Jung het belangrijkste achter dat je je innerlijke tegenpool integreert. Dus de man zijn anima en de vrouw de animus. Die dus uit allebei, de anima uit twee tegenpolen, hè, simpel gezegd, gevoel open, gevoel dicht, hè, of in verbinding of afsluiten. Dat is voor de anima van de man. En voor de vrouw geldt de animus, rationeel. Oplossingen. Weten wat ik wil, want ik ben er ook en ik moet mijn eigen gevoel bewaken. Want ik wil me gelukkig voelen of goed voelen of sterk zijn of krachtig zijn aan de ene kant. En destructief, veel eisend, opofferend, hard aan de andere kant. En dat is een tricky kant van de animus, want dat noemen mannen zeg maar in een vrouw als ze lelijk wordt of cynisch, irrationeel iets zegt. Met een heilige overtuiging van haar eigen gelijk, dan kan het toxisch worden. Dat wordt ook wel een beetje als de heks. Sommige vrouwen hebben een heksenarchetype in zich en dat komt voort uit de animus. Nou, dan schrikt de man zich helemaal te pletter. Want op het moment dat ze opeens toxische dingen zegt en hij ervaart dat hij door haar heen kijkt en dat ze hem precies kan raken op zijn pijnpunt, dan zegt ze eigenlijk, zonder dat jij in je gevoel gaat, ben ik niet beschikbaar. Dus wordt hij eigenlijk verlaten wat betreft zijn afhankelijkheid, om op zichzelf teruggeworpen te worden en zijn eigen gevoelswereld te leren kennen. En dat is een veel belangrijkere verovering, je daar bewust van worden, dan de verovering dat je een vrouw verovert. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat mensen dan 5-6 jaar in een relatie zitten en hebben ze geconsumeerd en zeggen ze, ja, het vuur is eruit, het is niet meer wat het was. En dan, hop, maken ze het uit of ze verbreken de relatie en dan gaan ze in de volgende relatie. En dan gaan ze dat weer herhalen, maar ze komen nooit tot die heelwording. Dat is eigenlijk een hele kinderlijke, consumerende manier van een relatie. Dat zie je op de middelbare school. Of een beetje als mensen ja, net uit huis uit zijn of gaan studeren of iets. Maar dat kan natuurlijk niet als je bijvoorbeeld al gezin hebt. Dan kan je niet nog wat leuks naast hebben terwijl je verantwoordelijkheden hebt als het hebben van je eigen leven, je relatie en je kinderen. Dat moet veilig en vertrouwd zijn. En in die zin, dat kun je voelen. En omdat je dat voelt, is het leven aanzienlijk simpeler. Want dan heb je al die verleidingen niet. Of dan raak je ook niet zo gauw in de war. Omdat je genoeg van jezelf houdt. Om trouw aan jezelf. Ook trouw aan de ander te zijn. Om wie je geeft. Dan wil je of kan je de ander ook geen pijn doen. Dan heb je een empathisch niveau van relatie bereikt. En daarvoor is die heelwording zo essentieel. En nou, deze begrippen die zijn daar heel mooi bij uit te leggen aan mensen. Of ja, toe te passen als inzichtgevend om op een dieper niveau tot heelwording te komen, wat een relatie de mogelijkheid ook biedt te bereiken. Eigenlijk is dat altijd in een relatie het beste, want daar kom je dichtst bij. Dus daar kan je iemand ook ja, zeg maar zo dichtbij naderen dat de schaduwkant van de ander op een gegeven moment zichtbaar wordt. En in die schaduw zit dat potentieel van ontwikkeling. Maar die transformatie tot heelwording.
met je innerlijke tegenpool. Ja, en wordt dat ook in de psychologie of love, wordt dat daar ook beschreven? Ja, Rajna is, daar heb ik dan zeg maar mijn Jungiaanse opleiding gedaan. Hè? En die heeft dit boek al heel lang geleden geschreven. Ja, zij is een krachtige Indiaanse vrouw met een krachtige animus. Dus zij kan bijna in mannelijk gedrag veranderen. Heel direct, heel uitgesproken, heel cognitief. Maar met het hart op de goede plek. En zij werkt heel veel met relaties en ook met de man-vrouw relatie in India. Omdat vrouwen natuurlijk in India nog veel meer onderdrukt worden. Doordat India best nog macho cultuur heeft. Wat je eigenlijk niet zou verwachten gezien die rijke achtergrond van Vedanta en alle geschriften. Mindfulness en alles wat toch uit die hoek komt. Mm-hmm. Dus zij heeft daar heel veel werk mee verricht. En toen wij in Kashmir waren, hebben we op een gegeven moment ook een rollenspel gedaan. Voor de groep die we training gaven. Dat wij als partners, de anima en de animus in ons gedrag lieten zien, dan merk je dat ze dat gewoon helemaal doorleefd heeft. Ja, zij voelt dat gewoon direct aan bij mensen en kan daar heel goed sturing aan geven, zodat mensen altijd eigenlijk liefdevol naar die innerlijke tegenpool zich openstellen ter heelwording. En in die zin is Jung ook weer zo mooi, omdat Jung het ook over het hogere zelf. En het hogere zelf is liefdevol. Nou, je komt tot in contact met het hogere zelf, op het moment dat je in dat individuatieproces je innerlijke tegenpool hebt geïntegreerd en je innerlijke kind hebt bij je genomen, de relatie tot je ouders uitwerkt, tot je vader en je moeder. Dus dat je eigenlijk uit afhankelijkheden steeds meer bewust jezelf bent. En dan komt het hogere zelf ook meer tot uiting in, ja, empathisch zijn ten opzichte van jezelf en anderen. Waardoor het lijden, de dualiteit van het leven, het lijden, draagbaar wordt. Vanuit het bewustzijn dat het niet anders kan dan dat dat nou eenmaal ook het leven is wat het met zich meebrengt. Dank dat je me zo hebt meegenomen. Hartstikke bedankt, Peter, voor dit interview.